Lekker roze, sexy. Nou, Gucci. Had je nog niet eens gezien. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik sta op dit moment op de parkeerplaats van Outlet Roermond. En ik ga vandaag weer vloggen. Weer met mijn moeder, weer met Jeff. En we gaan vandaag hier shoppen. God, wat fijn allemaal. Zoals we in Duitsland hebben gedaan vorige week, gaan we nu hier lekker met z'n drietjes winkelen. Het is hartstikke warm weer. Ik heb een zomerjurkje aan die ik nog niet aan heb kunnen doen. Eerder deze zomer, want het was gewoon niet warm genoeg. We gaan op zoek naar een verjaardagscadeau voor mijn vader. Die wordt binnenkort 61. Dit is echt een uitstapje van Jeff, mijn moeder en mij. En vandaag is het weer zover en neem ik je mee. En ze staan hier achter. Staan ze. Let's go! Kijk even hoe mooi mijn moeder uitziet. Even een pose. Heel erg leuk. En ook weer de mooie Prada-tas mee. Daar kwamen nog vragen over. Ja? Ja. Wat voor vragen? Ja, waar die van was en wat voor model het is. Ja, wat voor model het is, weet ik niet. Verjaardagscadeau als was dit. Verjaardagscadeau. Ja. Ja, ideaal. Kijk. Ook met een lang hengsel. Ja. Lang hengsel. Stel dat, dan denk je, doe ik even zo. Voorzichtig. Bijna. Ja, en er staat ook mooi bij de all dark outfit. Heb je de zonnebril wel van Jeff gezien? Die vind ik wel echt top. Ja. Met die gouden. Heel mooi. Diepa. En jouw zonnebril, wow. Heel fijn. Helemaal ready to shop. Mooi, die zonnebril. Dank je. Thanks. En we beginnen altijd vaste prik bij Starbucks. Mijn havermelk is altijd al een beetje zoet, hè? Ik zie jou echt glitteren, mooi. Heel mooi. Fenty glitter. Ja, prachtig. Heel mooi. De eerste aankoop is in de pocket, maar dat is een cadeautje. Voor dus PP. Dat kunnen we niet laten zien? Nee. Nee, want mijn vader kijkt allemaal vlogs. Kijk nou hoe leuk, mam. Deze vind ik ook heel erg leuk. En deze. Wauw. Te gek. Kijk, dit is dus een outlet van een outlet. Dus dat is nog een andere Karl Lagerfeld store. Ook. En dit is een soort van, ja, dat is daar weer de outlet van. Oh, leuk. Ja, ook leuk. Hoeveel is die? Toch nog wel. 70. Oh, hij was normaal 155, toen 99 in de outlet, dan nu 69. Nou, ik dacht dat is 20 piek of zo. Mooi, ook een mooie kleur. Ik wil wel graag naar de company store. Daar. Oh, en dan kunnen we zo meteen vanuit hier daar naartoe met Burberry en zo. Het is van Estée Lauder en daar heb je dus MAC, Tom Ford, ook in de outlet. Jo Malone hebben ze ook, Bobby Brown. Daar gaan we ook even naar binnen. Het zou normaal 138 kosten, is nu 92. Ook wel handig inderdaad. Ja. Die neem ik wel mee. Wil jij een mandje pakken? Bij dit parfum moet ik altijd aan Legally Blonde denken. Volgens mij had mama die geur vroeger. Oh, daar staat ze met de bril. Ik kan me herinneren dat jij vroeger deze geur had. Ja. Klopt, hè? Ja. Nou. Dat is wel heel ver verleden. Ja, klopt. Het was volgens mij echt 12 of 13 of zo. Ja. Deze highlighter. Oh, heel mooi. Golden Rose Glow hebben ze ook nog. Die ziet er niet meer echt oké uit.
Die ook. Heel. Ik ben net een extra. Ja, maar dat is heel mooi om naar te kijken, maar... Oh, ze ook op je lippen heel... Ja, is het heel mooi? Hoe is dat? En de kleurtje met dit concealer. Ja, daarom, maar bij deze is ook niet waar. Jo Malone, ik weet dus nooit wat hier lekker van is. Die vind ik wel heel mooi. Maar ik heb werkelijk geen idee. En Tom Ford. Wat vinden we ervan? En dit is natuurlijk al dingen die je al hebt. Die glazen zijn echt intens. Die is echt wel heel cool. Maar heel anders. Maar hoe zit die bij mijn neus? Want dat is natuurlijk ook de ding. Ja, maar volgens mij wel oké hoor. Zal ik hem eens opdoen? Dan kan je zien. Ja. Kijk, bij mij zit hij er echt op. Met jou zit hij zo. Ja. Nou, dat is helemaal niet. Nee? Bij jou zit hij wel beter hoor. Kijk nou. Nou, ik vind hem bij jou ook niet slecht zitten. Hij is iets, Ja, hij is niet perfect. Zou dat gesteld kunnen worden? Dat ze hem warm maken of zo? Ik denk het niet, want het glas gaat denken. Burberry. Ook mooi. Ja. Oh ja, te gek. Wat? Nee, ik dacht, hier staat misschien nog zo'n Burberry petje. Verzekering. Snippets. Teske en Mertje zijn gewaarschuwd. We zitten bij Wagamama. Jeff begint aan zijn firecracker chicken. En mama en ik bestellen altijd wat meerdere kleine gerechtjes. Dit is gyoza, dit is inktvis, kip. Oh ja. Het is echt alsof die beweegt. Ja, maar dat is wat erop zit bewegen. Het is een bonita flakes. Het is niet... Het is niet dat de inktvis leeft. Dat is toe. Kom, we gaan eten. Ja, zeker. Chloe! Chloe! Kijk, deze vind ik zo mooi. Ik heb deze laartjes, misschien herken je ze wel. Al meerdere kleuren. I love them. Deze kleur roept toch mijn naam. Een beetje roze. Ellende. Kijk even. En deze. Wat een heftige muziek. Ook nog duur. Echt een heel leuk kleurtje. Maar ik denk ook dat het nog steeds het populairste model is van Burberry. De Lily. Deze vind ik ook heel mooi. Hier zit mijn thee. Leuk. Ja, heel leuk. Maar hij zit wel anders. Die zit dus... Maar zit deze slechter? Deze is beter? Strak. Oké. Okay. En aan de voorkant? Ja, genoeg ruimte. Kijk hier. Zie je hier? Oh, wow. Ja, dat is heel echt... leuk. Het liefst nog een maatje klein. Gaan we naar maat 40, nou, man? Dat is het, ja. Echt heel leuk. Ja, superleuk. Ja, ik vind die vind ik ook leuk, maar die zijn wat saaier. Ja, die witte zijn saaier. Voilà. Gaan we nog even langs Tots. Een hele verzameling brillen op. Ja, leuk hè? Maar echt, als de dood er iets aan blijft haken, dan krik. En als je hele tas naar de knoppen. Deze ook. Kijk, als je die ziet... En deze? Deze blijft bij far leuker dan die. Niet, mam, met je voet. Waarom? Want ik vind jou een mooier zijn dan die. Dat is inderdaad hetzelfde merk. Deze vind ik ook mooi. Ja. Alleen dat is natuurlijk wel keihard uitlopen. Ja,
Want die zijn keihard. Nou, helemaal als je maat 38 aan moet. Ja, dat nee. Ja. Want ik ga het niet maken. Hè? Ja, heel leuk. Ja. Ja, heel erg leuk. Ja. Dat vind ik sowieso altijd leuk. Ja. Ja, hij is een beetje baggy, maar dat hoort. Ja, maar dat vind ik juist wel goed. Even inkopen doen bij de Body Shop. Maar ja, dat is nog niet zo vaak iets voor nodig. Dat hier zo lang mee. Oh, is dit Shea parfum? Oh mijn god. Oh, wat apart. Maar ik kan niet zeggen dat ik het niet lekker vind. Vegan, superleuke verpakking ook. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien hier. Oeh. Shea, ja. Food lotion. Ja, food lotion. Volgens mij elke keer als we hier zijn pak je die op. Ja, volgens mij ook. Waarom neem je hem dan niet? Ja, omdat het voor de voeten is. En... oh, voor mijn body. Body. Body lotion, body gel, shower gel. Van peppermint of citroen. Die citroen. Ja, pepermunt of citroen. Dat zijn de geuren van Jeff. Als ik hier naar kijk, het enige wat ik kan denken is... blijft mijn table piercing dan hangen achter een van deze gaasjes. Maar goed, getraumatiseerd for life. Gaan we nu even richting Gucci en Prada. Gucci heeft altijd een hele lange rij. Dus we gaan het zien of het vandaag een beetje te doen is of niet. Gaan we even bij Prada naar binnen. Special price. We zijn altijd op zoek naar de special price. Ik denk, oh, er staat opeens een Cinderella-tas, maar ik denk dat die niemand is. Hm? Special price. Nee joh, dat is toch niks. Wat veel bling hier joh, heftig. Kijk even. Fantastisch. Wauw, I love this. Dit is heel mooi. Ja, maar dit is toch, ik ben met doorgezakte voet. Ja, dat gaat never niet gebeuren, hè? Nee. Never niet gebeuren. Die zijn ook leuk, ja? Dat zie ik er. Met die daaronder. Met de zwarte. Heb je oei, met het puntje, maar daar heb ik voor Chanel, hè? Heb ik voor Chanel. Voor Chanel? Chanel. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Ook leuk. Ja, die is ook leuk. Gaan. Maar dat is leuk voor in. Iets, hè? Tegen gewoon mini op straat. Heel leuk. Ja, ho. Nou, dit is ook al de tiende keer. Oh, oh, oh. Klittenband als je oud in de jaar bent. Maar mijn sandalen hebben ook klittenband. Leg deze even hier neer. Ja, van Prada. Kijk nou hoe leuk. Dit is toch echt helemaal een tas voor mij. Nou, clutch. Het klein tasje. Zo schattig. Nieuwe Gucci winkel. Die zat eerst ergens anders. Welke liet je nou net zien? Ik wil het even... lekker roze, sexy. Nou. Gucci. Ik heb het niet eens gezien. Gucci. Oké. Okay. En wat is dit? Een ananas. Exotica. Exotica. Zie, heb je nog nagellak nodig, man? Deze vrouw heeft zoveel nagellak. Ik kan niet meer. Super druk ook hier. Zo, het ruikt enorm naar wiet, inderdaad. De bril wordt weer aan de broek bevestigd. Is het ook Ivy Park? Ja. Oh ja. En dit is ook Ivy Park. En dit is ook Ivy Park. De hele wand is Ivy Park. Dit is allemaal Ivy Park.
Wat veel Stan Smith soort veel. Stella McCartney Stan Smith is dit. Hij is toch niet wel. Ja. Zie? Ja. Heel erg leuk. Ja? Met die gekleurde veter. Ivy Park, super leuk. Maar ik heb zulke pech met mijn maten deze keer. Ook top. Thank you. Volgens mij is het deze goed. Even meekijken. Ja, leuk. Je ziet alleen mijn sportbroekje eronder. Oh ja, dat heb ik dadelijk niet. Maar kijk, hier is hij wel. Ja, heel wijd. Maar hier moet hij wel wijder. Ja, misschien ook een beetje door al die zakken. Die... Maar anders dan hou ik alleen die groene. Deze vind ik sowieso leuk. Hè? Ja, hè? Oké. Okay. We zijn weer terug uit Roermond. We hebben alle drie geshopt. Dus ik dacht, alle drie gaan we het even laten zien. Als je wat geheig op de achtergrond hoort, dat is Jules. Die is hier ook bij ons. Ja, we zullen mee beginnen. Doe jij maar. Oh. Oh, Jules. Die is op. Ik kan hem ook eerst eten. Nee, joh, dat is prima. Nee, het is oké. Okay. Of zet die stoel even. We gingen naar Roermond. Het is een vast uitje van ons drieën. We gingen ook om voor mijn vader te shoppen voor zijn verjaardag. Dat is gelukt. Maar we hebben natuurlijk ook voor onszelf geshopt, zoals je kon zien. Het was voor mij eigenlijk een heel rustig shoptripje. Komt denk ik ook omdat ik nog naar Parijs ben geweest 2 maanden geleden. En daar naar de Outlet ben geweest. Maar bij Adidas hadden ze gewoon Ivy Park. Dat is de kledinglijn van Beyoncé. En nou, ik probeer elke keer release iets te bemachtigen. Maar alles is continu uitverkocht in mijn maat. XL. En hier hadden ze het nog gewoon. Dus ik heb even deze prachtige mintgroene. Oh, sorry Jeff. Mintgroen. Met donkergroene strepen joggingbroek gescoord. Ja, kijk, heel leuk. Leuke zak. Het is gewoon echt... Ja, weet je, het is niet zomaar Adidas, maar het is ook nog eens van Beyoncé. En dat zie je gewoon eraan. In de outlet. Dus dat vind ik altijd leuk, dat je nooit weet wat je tegenkomt. Ik wilde ook heel graag de Stella McCartney, Adidas, Stan Smith schoenen. Dat zijn de bitterballen. Maar die waren niet in mijn maat. Mag ik gaan? Ja, natuurlijk mag je gaan. Jeff moet even helpen. Ondertussen komen de... bitterballen uit de airfryer. Oh! Pap! Yes. Ik dacht je Thijs was. Nee. Ondertussen zijn de bitterballen gearriveerd. Ja, maar ik gooi er gewoon in. Ik heb ook bij Ivy Park, want ik ben ook grote fan. Ik heb een hele leuke rode. Ben je fan van Beyoncé? Van Ivy Park. Oké. Okay. Ja. Trainingsbroek, ja. Even die splitten voor. Ja. En een groene korte top. Ja, heel mooi. En nu heb ik dus mijn sport-BH. Oh daar ja, die heeft een sluiting aan de achterkant, wat goed. Ja, en dat is gewoon heel fijn. Maar je moet hem wel... Oh hij is wel kruislinks. Dus dat is wel even een dingetje. Oh, dan moet je eigenlijk even iemand vragen om hem achter dicht te doen. Ja, dat is maar wel niet... heel mooi. Hij is wel heel mooi, ja. Ik ben er heel blij mee en vooral ik sport heel veel, 2 tot 3 keer per week. Kijk, oh, nou heb ik hem niet goed gedaan. Krijg ik ook altijd te horen van, ga je nou weer sporten zo laat? Ga je nou weer sporten zo laat? Ja, want ik ga meestal om 9 uur. Ja, ik vind het echt belachelijk, ja. Dat en dan daarna laat. Tot 10. En daarna even lekker wandelen met Chew. Kijk. Zie? Hij is echt top. Heel erg leuk. Heel mooi. Mooi. Heel mooi. Heb gekocht bij de bodyshop. Oh! Dat gaat even. Iedereen is weer aan het morsen. Nee. Marijke. Oh, Marijke. Wacht jullie Thijs op. Nee, maar ik dacht dat jouw stem dat jij Thijs was. We zijn even aan het filmen. Even aan het vloggen. Je mag gewoon hier zitten hoor, maar... Ik moet wel mijn mond hebben. Nee, maar als je nu begint over je werk of zo, papa komt er even bij zitten. Oké, jij bent de bodyshop gezocht. Ik moest niet meer shower gel, ik wil altijd pepermunt of citroen. Hadden ze een soort van, maar niet echt helemaal. Citroen hadden ze niet, dus ik heb satsuma of zo. Dat is een beetje mandarijn sinaasappel, vind ik ook heel lekker. Citrus ook natuurlijk, de citrusvrucht. Ik heb ook een face wash, wel lemon, gebruik ik eigenlijk elke ochtend met zo'n Foreo ding in de douche. Love dus Jeff gebruikt ook zo'n Foreo borstel. Ja. Borstel? Ja, zwart. Oké.
en een kerstpakket. Maar zoals je al ziet, zitten er allemaal candy canes. En I love candy canes, want dat is ook pepermunt. En dit is een soort pretpakket. Wat leuk. Een gift. Een gift set. Ja. Het zit allemaal mooi ingepakt. En daar zit in een shower gel. En deze vind ik heerlijk, de candy cane shower gel. En candy cane body butter. Ja, dat gebruik je ook. Ja, peppermint candy cane hand crème. Ja, ook top. En een peppermint candy cane scrub. Maar dat is het enige wat je eigenlijk niet gebruikt. Nee, deze gebruik je eigenlijk niet. Dat vind ik pijnlijk. Ja, maar misschien is het een hele lichte scrub, ik weet het niet. Voor over je lijf of over je gezicht? Lijf. Lijf. Doe dat dus hier. Ja, ik ben heel gevoelig, jongen. De Cosmetics Company Store liet ik ook wel even zien. Dat is ook echt een winkel waar je... waar je heel lang zoet kunt zijn. Ik dacht, oké, dit keer ga ik even recht op mijn doel af. Ik volg namelijk ook op Instagram. Ze hebben ook een Instagram account. En ik had deze highlighter al langer op het oog. Dat is de Bobbi Brown highlighter in Pink Glow. Dus die heb ik even meegenomen. Nou, moet ik wel heel eerlijk zeggen hoor. Soms zijn de outlet deals niet super goed. En soms dan is het iets wat ook nog gewoon in de winkel ligt. Dus ik moet me afvragen van ja, waarom ligt het dan in de outlet? Want volgens mij zit deze ook nog in het assortiment. Kan het mis hebben, maar volgens mij wel. Maar dan is het toch wel goedkoper? Nee, is het wel goedkoper, maar dan is het vaak geen super, super deal. Kijk, ja. Oh, wow. Heel erg mooi is deze. Ja. En deze. Geen, zoals de vorige keer. Nee, hij is niet gebruikt. Niet zoals bij Sephora. Hij ruikt een beetje bloemig. Ja, erg spontaan. Heel rustig. Dus, heel rustig. Ja. Dus die nam ik mee. De frieten zijn klaar. Nee, moet even omgeschud worden. Dit is super random. Maar Jeff zei, hey, heb je dit niet nodig? En dit zijn dus van die travel size flesjes waar je dus product in kunt doen als je op reis gaat en gewoon een kleiner formaatje. Ik heb bijvoorbeeld ook in zo'n flesje vaak een mix van olijfolie en water. En dat is bijvoorbeeld een super goede make-up remover. Dus dat was dat. Ik neem even een bitterballetje. Het was niet de bedoeling, maar ik kon het papa niet. Papa kijkt gelijk op. Het was niet de bedoeling. Oh, joh! Ik heb... op advies van Veer en Jeff. Jeff heeft schoenen verkocht. Ervaring in schoenen. Ja. Kijk, een mooie dustbag van Mulberry. En een bom. Nee, dit is geen bom. Volgens mij is dit zo van... Garantie. Nee, ook niet. Mag niet in de zon, mag niet. Van dat het een speciaal leerproduct is. En toen, kijk, deze gimp. Zwaar afgeprijsd. En ik zocht nog. Wat? En Jeff en Veer waren eenstemmig over dat ik zo'n eentje. Ja, ze staan zo ontzettend leuk. Echt heel leuk. En zo'n mooie kleurcombi. Van dat mosterdgeel met dat dennengroen. Met roze. Dat lichtroze. Donkerblauw. Echt super mooi. Oh ja, donkerblauw zit er ook nog in, ja. Ja. Oh ja. Ja. En deze file groot. Ja. Mooie rubberen zool ook. Was maat 41, ja, normaal... terwijl ik altijd 42 heb. Ik vind ze echt super leuk. Heel mooi. Van Mulberry. Mooie doos eromheen ook. Ja. Ik vind over het algemeen het personeel in Roermond zo vriendelijk. Zo behulpzaam. Van sommige winkels ga ik liever naar de outlet in Roermond dan naar de echte winkel, zeg maar. Ja. Klopt. De reguliere winkel aan de PC Hoofd. Ben ik met je eens. In Amsterdam. Ben ik met je eens. En hier zitten zoveel kleuren in. Nog even terzijde. Zoveel kleuren in dat het eigenlijk met alles matcht. Juist. Dus dat was eigenlijk mijn aankoop. Mijn grootste. De grootste groen. Aankoop. Eigenlijk alles groen. Groene sportbh. Ja, maar het is even sportbh. Je lievelingskleuren. Ja, inderdaad. Ja. Toen gingen we nog naar All Saints. En dan heb ik twee t-shirts. Ja, leuk is je. Ja, heel leuk. Ik hou van zwart. Ik heb heel veel dingen zwart. Ja, ik vond deze zo leuk. Ja, echt. En eens even kijken. Zo, sorry. Nee, geef niet. Hier met een hersenen en een hartje hand in hand. En hier gaan ze de wereld over. Gevoel en... Ik vind het gewoon een leuke graphic. Ja, heel leuk. Ja. En nog een zwarte. Ja, deze past ook echt zo goed bij je. Ja. Met... Ja. En heel mooi. Met een roos. En ook op de achterkant.
weer. Met de roos. Heel roos. Mooi. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Dat was Roermond. We zijn echt heel kapot. Bang geweest. Oh. Er zijn ook zoveel winkels. Ja, we zijn echt kapot. Het is gewoon, we maken er echt een gezellig dagje uit van. We gaan ook lekker gezamenlijk eten. Ja. Bij Wagamama. Wagamama. Dus ja, het is gewoon één gezellige leuke dag. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Met lekker. Ja. Maar nu zijn we kapot. Ja. Ja. Nu gaan we lekker bitterballen eten. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!